Goedendag, het is vandaag 1 maart en daarmee is officieel de meteorologische lente van start gegaan. We zien ook al veel ontluikende natuur en in combinatie met toch wel wat wolkenloze luchten deed het dan ook echt wel lenteachtig aan vanochtend. Maar vanmiddag, vrijdagmiddag gaat die bewolking toch al wel sneller toenemen en er gaat met name in de westelijke helft van het land ook wat regen vallen. De hoeveelheden zijn niet groot, maar dan laten we dat lenteachtige weerbeeld toch wel even achter ons. Zien we ook goed terug op de weerkaart. Het Duitse Icon Weermodel laat een lage drukgebied zien ten westen van Nederland. En wij hebben te maken met die regenzones die dan continu over ons land trekken. Met name de westelijke helft van ons land doen die regenzones dus aan. In het oosten is het echt wel wat vaker droog. En als de zon dan even doorbreekt, is het echt wel gelijk lenteachtig te noemen. Ook zondag zien we die verschillen dus nog goed terug. Met in het oosten het vaakste droge weer. Het zuidwesten, daar is het vaker bewolkt met een regenachtige perioden. En dat weerbeeld houdt de komende dagen dus ook echt wel even aan. Vanmiddag hebben we te maken met een mix van wolken en zon. En in de westelijke helft is die toenemende kans op wat lichte regen. De hoeveelheden zijn niet groot, maar toch wel even je paraplu uit de kast halen. De temperatuur loopt daarbij uiteindelijk op naar 8 graden in het zuidwesten tot 11 graden in de oostelijke helft van ons land, met daarbij een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vannacht verandert er weinig in dat weerbeeld: in het westen dus die regenachtige periode, in het oosten wat vaker droog. De wind die zwakt ietsje af en de minima komen uit zo tussen 4 en 7 graden. Morgen start het nog vrij vriendelijk, op heel veel plaatsen is het dan droog met zonnige perioden. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking weer toe en volgt opnieuw regen. De meeste regen opnieuw voor de zuidwestelijke helft van ons land. Het is wel vrij zacht met de temperaturen zo tussen 10 en 12 graden en de wind die blijft wel matig uit zuidelijke richtingen. Zondag dan worden die verschillen tussen het westen en oosten eigenlijk alleen maar groter. Dat zien we ook goed terug in het temperatuurgradient: 9 graden in het zuidwesten en tijdens zonnige periode in het oosten mogelijk zelfs 14 graden. Het westen heeft daarbij dus wel nog te maken met die regenachtige periode en veel bewolking, waardoor die temperatuur daar dus ook iets gedrukt wordt. In het oosten kan het dus echt dan wel even lenteachtig gaan aanvoelen. Dus zondag is een mooie dag om erop uit te trekken in de natuur. Kijken we naar de dagen daarna, dan zien we eigenlijk weinig verandering. Maandag lijkt wel een volledig droge dag te gaan worden, met dan een graad of 10. Opnieuw de meest zonnige periode in het oosten van het land. Dinsdag wel dan weer wat regenachtige periode. Maar de dagen daarna zien we echt wel vaker de zon. Neemt de kans op neerslag verder af. En met temperaturen rond 10 of 11 graden is het dan eigenlijk wel heerlijk lenteweer. Tot de volgende keer.